laten functioneren is één element vrij essentieel. Water. Laat het waterpeil in de Spiegelwaal nu zo laag staan dat twee schepen van Leon Berkers op het droge zijn komen te liggen. En dat is natuurlijk best wel vervelend. De schade aan de schepen valt in principe mee, want het zijn alle twee platbodems. Nou is die achterste meer een rondspand, zeg maar. Dat is meer een zeescheepje. Maar die zijn zo zwaar gebouwd, de achterschip zo zwaar gebouwd, is geen probleem. En dit is echt een platbodempje, dus die kan in principe dit wel halen. Dat is niet zo'n probleem, er gaat eigenlijk niks stuk. Alleen het gebruik is klaar. Dus we zijn eigenlijk vanaf eind augustus klaar met dat we de schepen niet meer hebben kunnen gebruiken. En ja, om daar een schade aan vast te knopen, daar kun je iets prachtigs voor beramen. Maar dat kun je ook niet doen. Dus dat lijkt me eigenlijk veel beter om dat niet te doen. Dit is eigenlijk van origine een visserman. Beneden Leeuwen gebouwd, in Beuningen gevist en in Kekerdom heel lang gelegen als visserman. Dus voor het Nijmeegse echt een uniek exemplaar, plus dat hij helemaal van binnen en van buiten authentiek is. Die hebben wij dit jaar ingezet in de try-out voor watertaxi. En daar hebben we hem voor gebruikt en ik ben in augustus even een weekje weg geweest. En toen ik terugkwam, toen kon ik hem eigenlijk niet meer wegvaren. Dat heb ik nog wel geprobeerd. Kun je zien eigenlijk aan de achterkant. Hè, daar is een kuil ontstaan vanwege het proberen eruit te varen nog. Maar toen was het klaar. Dus toen was ook de try-out in die zin over. En er is in ieder geval wel vraag naar. Dus nu nog steeds krijgen we eigenlijk vraag naar. En dan heb ik een collega die met zijn scheepje op en neer vaart. Dus de watertaxi, er kan gewoon nog steeds op een schip opgestapt worden. Het is wel normaal. Nou, in deze maand eigenlijk niet meer. Dan hoort er eigenlijk toch wel wat meer water te staan. Het is wel laag, maar dit is niet uitzonderlijk. Ik bedoel, het is wel vaker zo laag. Maar dan zou je zeggen, waarom heb je dan die schepen hier laten liggen? Wat ik zeg, afgelopen augustus, en toen was het echt heel heet. Zoals je misschien nog weet, eind augustus hadden we echt een hittegolf. En toen is er echt binnen no time echt een hele partij water weggevallen. En ja, dan houd het op. En ik zat zelf een week in Frankrijk. Dus toen ik terugkwam, toen was het klaar. En leer voor de volgende keer, want eigenlijk had het allemaal voorkomen kunnen worden. Ik weet dat het dus hoog water is of laag water is. En ja, ik baal van dat ik zelf even niet wat scherper opgelet heb en dat ik in die week stiekem toch verrast ben. Als ik ergens van baal is daarvan, maar ja, dan ligt het dus wel aan mezelf. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.